stichting De Stem heeft haar bestaansrecht bewezen. De stichting heeft donderdag haar 24-jarig bestaan gevierd. De Stem houdt zich met de behandeling van diverse verslavingen en crimineel gedrag, maar ook met het resocialisatieproces. Carlo Lansdorf, vertegenwoordiger van De Stem, zegt dat door de jaren heen de stichting haar doelgroep heeft uitgebreid. De dienstverlening van De Stem is zich gaan uitbreiden. En vandaag kunnen we zeggen dat we een organisatie hebben die vrij breed georiënteerd is. Het behandelteam is vrij breed georiënteerd als het gaat om de behandeling van deze doelgroepen. We hebben wel de laatste tijden een aantal nieuwe medewerkers binnen, dus die zijn in training. En we zijn van plan om de groep nog verder uit te breiden. De Stem heeft dus in de afgelopen jaren zeker 200 man die hersteld zijn van hun verslaving. Heb ik het puur over de verslaafden en daarnaast de psychiatrische patiënten die terug zijn in de maatschappij en een normaal leven leiden. Lansdorf haalt aan dat de stichting haar bestaansrecht meet aan de hand van adviezen die andere organisaties vragen, maar ook de verzoeken die binnenkomen via de autoriteiten. We regelmatig gebeld worden door de politie en we een afdeling intake hebben die dagelijks minimaal 13 gesprekken en telefoontjes voeren van mensen die hetzij een probleem hebben of een advies nodig hebben. Verder nog meten we ons bestaansrecht aan het feit dat men van overal, dat soms ook overheidsorganen en ook soms andere rehabs, maar dat doen wij soms ook, maar die doen vaak een beroep om ons, om een bepaalde cliënt over te nemen. Carlo Lansdorf, vertegenwoordiger van De Stem. In de toekomst gaat de stichting haar dienstverlening verder professionaliseren.